Soms kom je van die handige producten tegen waarvan je denkt, dit moet toch eigenlijk iedereen weten. Iedereen met een langharig huisdier, of het nou een hond is of een kat of misschien wel een langharig konijn, weet hoeveel tijd er in de vachtverzorging gaat zitten. Dat deden we voorheen eigenlijk altijd met deze borstel. Handige borstel, maar we zijn toch wel zo'n uur, anderhalf uur bezig. En dat kan makkelijker. In de Otto Dog Brush zit een borstelband vol met pinnetjes. En doordat die automatisch beweegt, kan je per minuut natuurlijk zoveel meer borstelslagen maken. Dat lukt met de hand nooit. En doordat hij die gestage beweging maakt met de borstelslagen, is het ook echt een stuk prettiger voor je dier om een klit uit te borstelen. Kijk, hier heeft hij bijvoorbeeld best wel wat klitten. Ik kan hem ook echt inhangen. Normaal gesproken natuurlijk niet prettig om dat te kammen. Oké, hoopster. Weg. Kijk, nu blijft er heel veel haar in de borstelband zitten. Er is een slang verkrijgbaar die je hierop kan aansluiten en op je eigen stofzuiger, zodat alles wat je uit de vachtborstel direct wordt opgezogen. En dat is echt een aanrader. Ja. De Otto Dog Brush is een heel licht borsteltje en dat maakt het heel makkelijk om bij alle moeilijke plekken ook goed te kunnen borstelen. Door dit formaat is die ook geschikt voor kleinere dieren zoals katten en zelfs langharige konijnen. Daar heb je natuurlijk hetzelfde probleem mee. Ook die moeten geborsteld worden. Ja! High five. Ja. Goed gedaan, man. Hey, joh, ben je weer lekker zacht.